de heer Humphrey van Hette, ook geen onbekende in onze samenleving. Meneer van Hette, welke film heeft u mogen registreren tijdens iRide 2013? Who's the Next? Who's Next? En hoe was het? Hoe is uw ervaring? Oh, goed. Waren harde tijden, leuke tijden. En we hebben heel harde en leuke tijden samen meegemaakt. Uiteindelijk gaan we straks naar het resultaat samen kijken. Ik ben op zoek naar de schrijver en dat is de heer. Hij is uitlandig. Hij moest met spoed vertrekken. Maar ja, hij hoort alles wel. Hij hoort hoe goed het was. Ja, tuurlijk. Net hoorde ik jullie tot daar praten. Hebben jullie zoveel zenuwen? Iedereen is zenuwachtig. Ach, luister, ik ga jullie niet te lang in de spanning houden. Ik ga gelijk over tot het resultaat. Jullie zijn allemaal geslaagd. Yes. Ja! En luister nog. We hebben ook een best geslaagd. Naomi, ga zitten. Ik ben er niet. Best geslaagd is... Kevin Landbrug! Ja! Nee. Hij heeft echt zijn best gedaan. Mag ik jullie alvast feliciteren? Van harte gefeliciteerd. Het knapste van de klas. Van harte gefeliciteerd. Snap het nog steeds? Jeffy, ik moet even iets persoonlijks vragen. Eet die banaan. Waarom die vraag, Kevin? Ik wil gewoon verrassen met een trasbanaan, toch? Kevin, je moet nu wel echt serieus gaan worden. En dat geldt ook voor jullie allemaal. Worden jullie nu serieus? Nu begint het echt te werk. Kevin, je moet bepaalde dingen nu wel achterwege laten, hoor. Goed. Maar even, we hadden toch een afspraak. Ga dat etentje nog door? Ja, toch? Tuurlijk. Oké, je bent ook uitgenodigd. Ja. Welkom. Oké, maar ik heb een verrassing dan voor jullie, ja? Ja. Oké, waar? Hoe laat? 8 uur, Eva. Ja, Eva. Oké, dat zien jullie dan vanavond. Oké. En Kev, nog laat. Ja, maar zeker. Zo, dit ga ik naar beneden. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo, dan is het nu afwachten op de rest. Ja, klopt. Maar wat doe je nadien dan? Ik heb nog geen plannen. Zo, dan kan je met mij naar huis. Ik moet er nog over nadenken. Ik doe het zo, hè. Goedenavond, lieve dame. Goedenavond. Mag ik naast je zitten? Oké. Ik ben Kevin, hoor. Goedenavond. Waar is Kevin? Ben je dame, ben je erbij? Alweer. Misschien kunnen we ergens gaan waar we alleen zijn. Interessant. Alleen. Ja. Hey, kijk, ik moet weg. Maar ik kom zo terug, ja? Oké. Kevin. Goedenavond, en dat is dus de crew van Lorient. Ik zie de regisseur, de heer Jermaine Sylvain. En hij mag ons ook vertellen wat zijn ervaringen waren. Goedenavond, kijkers. Nou, mijn ervaring met Lorient is alweer een beetje filmreker. Ik heb heel veel weer bij mogen leren. Dat doe ik elke keer bij opname van een film. En dat was positief. De schrijver is Kiet Josias. En hij is dus hier. Goedenavond. Wat verwacht je vanavond tijdens de première van iRide 2013? Ik vraag dat het leuk wordt. Ik ben enthousiast. Ik kijk er naar uit. Hopelijk. Final product al gezien? Nee, nog niet. Vanavond wordt het de eerste keer. Ja, dat is een verrassing. Absoluut. Succes en veel plezier. Dankjewel.
gekeken. Gelukkig. Jippie! Hey! Maar, is nice, dit nice, er? Nice, ja, nice. Dit is al. Is mooi, is mooi, is mooi. Zo. Wat jullie? Jullie zijn een tijdje weggebleven. Want papa zou net naar jullie komen zoeken, want jullie hebben je zelf thuis vergeten. Maar anyway, hoe was het? Leuk, maar Max is verliefd geraakt op een boom. Wat? Zo moest ik je dinges met je mond. Nee, nee, mama. Ik hou niet van die dingen, man. Ik zat gewoon daar onder een boom. Zij rende gewoon rond. Oké, oké. Laat die jongen. Doe niet zo, man. Kom maar, Chassel. Doe je zo lastig. Laat hem. Wat was dat? Waar ga jij zo vroeg? Gewoon een beetje wandelen. Er is nog zoveel te doen. Maar dan nog. Je kan rustig blijven en helpen. En dan mama? Nee, je kan rustig blijven, schat. Oké. Goedenavond en welkom op iRide 2013, de première daarvan. De crew van Taboe. Ik heb hier dus de schrijfster. Goedenavond, hoe gaat het met u? Goed, met jou. Adams, wat zijn je ervaringen, wat zijn je verwachtingen? Je hebt je film nog niet gezien op het grootscherm. Vanavond is het de eerste keer. Jawel. Wat zijn je verwachtingen? Ik ben benieuwd, heel erg benieuwd. Ik denk dat het top wordt, top is. Natuurlijk top. We hebben een regisseur als de heer Clifton Braam naast ons staan. Ik loop even dichterbij van de heer Clifton. Meneer Braam, wat zijn uw ervaringen als regisseur bij deze film? Het was zwaar werken. Maar ik denk dat het wel loont, omdat je werkt met een crew die het ook helemaal begrijpt en die ervoor wilde gaan. Dus ik denk dat we geslaagd zijn voor iRide 2013. Nou, meer kan ik niet zeggen. Je hebt het gehoord van de regisseur van de film Taboe, de heer Clifton Braam. Succes en veel plezier. Dankjewel. Thank you.
Sunny. Liebe Sunny. Sorry. Sorry, mijn kind. Sorry. Sorry, mijn kind. Sorry. Gebroken en bang gaf je door te weigeren toestemming om gebruikt te worden. Je angst was zijn voedsel. Ondanks de woeste rode golven van tante, brak en stootte hij gewoon door totdat hij leegliep en wegliep. Terwijl die schade zich ophoopte. Die schade had zich opgehoopt. Ik ben beschadigd. Jouw nee was ja. God, wat gebeurt er met me? Wat is er met me gebeurd? Ze was een klein meisje, onschuldig, benieuwd naar het nieuwe, het groeien, het groot zijn, met onschuldig verkeerd gestelde vragen. Begon het begin van het neerhalen van de onschuld. Aanraken, subtiel verleidelijke glimlachjes. Ons geheimpje. Niets verklappen hoor. Nee. Het spel begint. Nee. We spelen niet. Nee. U heeft het gezien vanavond, het red carpet gedeelte van I Write Movies 2013. Allemaal gepresenteerd door Bayload Media. Het wordt weer een waar spektakel vanavond tijdens de première. Alle 5 films gaan dus de schrijvers en schrijfsters en ook de regisseurs voor het eerst zien. En ze zijn reuze benieuwd.